Goedemiddag, nee, goedenavond en welkom bij deze nieuwe weekvlog. Het is maandag 8 april en nieuwe week is begonnen. Ik heb vandaag gewoon gewerkt. Ik zit nu in mijn pyjama, want hè, ik hoef de deur niet meer uit, dus dat is lekker. Het was een redelijk drukke dag vandaag. En kijk nou! Ja, ik kan wel zeggen kijk nou, maar je ziet letterlijk niks. Het is de hele dag hartstikke mooi weer geweest. En nu is het zo mistig dat je geen hand voor ogen ziet. Was dat bij jullie ook zo? Dus vandaag ben wel benieuwd naar. Het is echt, het ziet er niet uit. Ik heb niet zoveel te melden vandaag. Dus ik wilde gewoon even de vlog openen. En ja, ik ga jullie weer meenemen deze week. Met alles wat ik op de planning heb staan. En dan hoop ik dat we er weer een. Dat ik er weer een leuke weekvlog voor kan maken van jullie. Dus welkom en eigenlijk alweer tot morgen. Zo een hele goede morgen. Dinsdag. En het is hoe laat? 7:10. Nee, 7:50 dan natuurlijk. Deze klok staat nog steeds verkeerd. 7:10. Ik eet even gauw mijn ontbijtje op en dan ga ik werken. Nou, vanavond weer kaarten natuurlijk. Het is weer dinsdag. Morgen vrij. Gewoon eigenlijk een normaal weekje deze week. Volgens mij, ja, ik heb niet echt andere plannen. Maar goed, dat maakt ook niet uit. Kan ook niet iedere week druk zijn. Dan hou ik het niet vol. Dus ik ga lekker werken. Een hele goede middag. Dinsdag alweer. Het gaat het toch allemaal snel, hè? En het was weer heerlijk weer vandaag. Lekker zonnetje erbij. Ik moest onverwachts 's middags invallen voor een collega. Ik moet dus even mijn laptop opstarten. Zijn afspraken overnemen, want hij was ziek. Dus dat heb ik gedaan. Op een voor mij nieuwe locatie. Dus dat was dan ook wel weer leuk. Altijd leuk om, om eens ergens anders te kijken. En het werk blijft hetzelfde. Dus in principe maakt dat niet uit. Lekker kaarten straks. Morgen wordt het kouder. Dat vind ik wel jammer. Maar ik probeer toch te fietsen. Want komend weekend zal daar weinig van komen. Want zaterdag ga ik naar een vriendin in Den Bosch. En zondag geef mijn ouders een etentje voor hun trouwdag. En krijg ik 's middags kraamvisite. Dat is ook zo grappig. Dat is een babytje die is geboren in december. En door omstandigheden kon ik daar niet naartoe. En nu komt zij met de baby naar mij toe. Dus omgekeerde kraamvisite, om het maar zo te zeggen. Ja, en voor de rest heb ik eigenlijk niet zoveel, te melden. Kan je wel eens hebben, hè? Ik ga zo lekker kaarten. Ik laat jullie weer even thuis. Want om nou iedere week daar dezelfde beelden te maken, is ook niet zo heel erg leuk, denk ik. En morgen mijn vrije dag. Dus morgen gaan we, moeilijk uit mijn woorden komen ook. Morgen kan ik meer vloggen. Ik ben de weekendvlog, ben net terug van het kaarten. Qua punten was het dramatisch, maar wel heel gezellig kaart. En ik ben nu de weekendvlog aan het editen. En kijk, ik weet niet of jullie het kunnen zien. Dat wordt weer een hele leuke. En inmiddels ben ik klaar met het editen van de vlog en staat die te renderen. En zie ik dat jullie nog wat van mij te goed hebben. Want die tas staat daar nog steeds met spullen van de... Hallo, doe het scherp. Met spullen van de DM. Morgen ga ik die even aan jullie laten zien. Want het is nu al zo laat. Dus ik ga zo lekker slapen als die klaar is. En dan laat ik morgen even zien wat ik bij de DM gekocht heb. Zo, goedemorgen. Nou, dat duurt best nog lang gisteren. Langer dan ik dacht eigenlijk. Want uiteindelijk ging die pas om. Nou ja, hij ging natuurlijk vanochtend pas online. Maar rond 12:30 was die pas klaar eigenlijk, de video. Het renderen duurde heel erg lang. Ik weet niet zo goed waar dat nou aan ligt.
Soms heb ik video's met heel veel sporen dat ik denk, daar is hij super lang mee bezig en dan is hij er zo. En deze dacht ik, nou, dat hoeft niet zo heel lang te duren. Zoveel zat er, nou ja, een stukje muziek, maar voor de rest zat er niet zo heel veel in. En die duurde heel lang. Nou, je weet toch niet waar het aan ligt. Het is 9 uur, denk ik, zo'n beetje. Oh, 9:15. Ik ben in principe klaar voor de dag. Ik denk dat ik straks eventjes afzak naar beneden eerst om bakkie te doen bij mijn ouders. Mijn neefje is er natuurlijk, dus dat is gezellig. Voor de rest ga ik wat dingen regelen die ik hier niet kan delen. Omdat er mensen naar kijken die dat niet mogen weten. Dus ja. En het ziet er lekker uit buiten. Dus ik denk dat ik een stukje ga fietsen vanmiddag. Daar heb ik op zich wel tijd voor. Kijk. Het zou iets kouder worden dan gisteren. Maar wel minder bewolkt. Meer zonnig. Dus nou ja. Weet je, dan moet je misschien wel een iets dikker jasje aan. Maar is het op zich alsnog lekker weer om te fietsen. En verder moet ik nog wat dingen voor de skivereniging doen. Maar ik weet nog niet of ik dat vanmiddag of vanavond ga doen. Want daar heb ik vanavond natuurlijk ook nog tijd voor. Dus dat wordt mijn dag een beetje vandaag. Zo, we zijn alweer een poosje verder. Nou, mijn haar wil niet echt lekker zitten vandaag. Maar goed, maakt niet uit. Ik ga jullie even neerzetten. Want ik heb boodschappen gedaan. Kan ik even laten zien wat ik heb gekocht. Hihi. Even kijken hoe ik dat handig doe op dit statief. Ik denk dat het zo wel werkt. Ja, ik ben even naar de Lidl geweest, want die heeft kipstereieren. Zonder dat ze eruit vallen. Dat zijn milieu- en diervriendelijke eieren. Beter leven, dierenbescherming, dingen hebben ze. En ze zijn volgens mij ook wel goed uit de test gekomen. Ja, en het zijn op zich lekkere eieren, dus die heb ik genomen. Maar ze hebben ze een tijdje niet meer gehad hier bij de Hoogvliet. Gerookte kipfilet en runderrookvlees voor op brood. Dat leg ik gelijk even in de koelkast. Want dat ga ik niet eten, want ik ga denk ik lekker een eitje op brood nemen. Brood, biologisch. Donker meer granen ook bij de Lidl. Ik had even geen zin om naar de bakker te gaan ook nog. Dan heb ik blauwe bessen meegenomen bij de Lidl. Die vind ik altijd lekker om een handje van door mijn granola te doen 's ochtends. En mama had van de week lekker framboosjes voor me meegenomen bij de Lidl. 125 gram voor één zoveel. En dat vind ik lekker als een middagsnackje of zo. Of 's ochtends. Ligt er maar net aan. Gisteren had ik dat doosje naar mijn werk meegenomen. Lekker op gepeuzeld. Dus dat is ook lekker. Verder heb ik nog meegenomen iets wat ik totaal niet nodig had. Maar waar ik dan weer gewoon voor val. Dat is een hele kleine elektrische tandenborstel waar je AAA batterijtjes in moet doen. En dan heb je een elektrische tandenborstel. En dan krijg je er ook allemaal van dit soort dingetjes bij. Die ik eigenlijk niet gebruik. Maar ja, hè? Ik wil dat dan gewoon uitproberen. Oh, en een nieuwe appelstroop. Want mijn appelstroop is nog niet helemaal op. Maar wel bijna. Dus ik was er nu toch. Ik dacht, laat ik gelijk een nieuwe meenemen. En dan heb ik nog een... bij de Action een houdertje voor telefoon op de fiets. Wil ik even gaan kijken of dat op mijn handbike ook kan. En bij de Action had ik nog meegenomen wenskaarten. Ik vind het dan wel leuk om af en toe een kaartje ergens bij te doen. En deze kaartjes zijn gewoon enkele kaartjes. Gewoon ansichtkaartjes of briefkaart. Ja, briefkaarten. Zoals ze hier noemen. Ik vind ze wel echt super schattig. Die kan je er dan gewoon uitscheuren. Leuk, hè? En deze vond ik ook heel erg leuk. Dus die heb ik ook meegenomen. Nu ga ik even de rest van de boodschappen opruimen. En eitjes koken.
en even lekker lunchen. Goedemiddag, ik vlog even met mijn telefoon en ook heel dichtbij. Maar dat komt omdat ik een houdertje heb gevonden voor op mijn fiets. Voor mijn telefoon, nog niet voor mijn camera. Maar daarmee kan ik wel wat filmen. Het zij helaas rechtop liggend. Gaat niet, want dan mijn trappers zitten natuurlijk hiernaast. Dus dan kom ik mijn trappers in de problemen. En helaas ook zo dichtbij. Maar ik zal nu de camera even omdraaien en jullie een stukje meenemen in het uitzicht. Ik ben wel blij dat dit in ieder geval werkt. Dan heb ik in ieder geval voor als we gaan fietsen een alternatief voorlopig. Totdat ik een definitieve oplossing heb. Ik hoop ook dat het beeld niet te veel trekt. Oh, dat zien we wel. Nou, ik ga jullie even meenemen in het uitzicht. Thuis, het is al avond, het is 6:10. We hebben net gegeten. En als het goed is, hebben jullie wat beelden gezien van het fietsen. Ik baal er wel van dat mijn telefoon dan niet plat in die houder kan. Want nu krijg je twee van die nare strepen naast het beeld natuurlijk als je rechtop filmt. Maar ja, het is niet anders. Ik ben in ieder geval al blij dat ik mijn telefoon er goed op kan zetten. Want hij blijft echt heel stevig zitten met dat houdertje. Dus dat was een goede aankoop bij de Action. En kijk, ik had op Facebook gezet en op Instagram met een foto van die scherven dat die vaas kapot was. En of iemand nog een leuke vaas wist. Maar er was dus iemand en die ken ik van de kaartclub. En die had een vaas voor me die ik mocht hebben. En dit is hem. Ja, er zit nu een deken in, want ik moest hem natuurlijk met de scootmobiel vervoeren. Dus we hadden er even een deken overheen gedaan. Maar ik ben er echt onwijs blij mee, want die takken passen daar super mooi in. Dus Jannie, ik weet niet of je kijkt, maar als je kijkt, super bedankt. Ik ben er echt heel erg blij mee. En even kijken. Ik ga jullie straks, ik beloof het echt, want ik zat de... Zo, dit heeft ook geen zin, want dan zien jullie me niet eens. Hi, ben ik er weer? Bijna. Ja, daar ben ik weer. Ik had jullie nog beloofd dat ik even de spullen van de DM zou laten zien dit weekend. Daar heb ik helemaal niet meer aan gedacht. Dus ik ga nu eerst even wat dingen doen. Want ik heb vanmiddag gefietst. Toen kwam ik thuis. Toen had ik nog een belletje met iemand. En daarna ben ik naar beneden gegaan. Heb ik even nog met mijn neefje tenminste. Ik heb niet echt gespeeld, want de... Kleine man was ziek, echt zo zielig. Tenminste ziek, ja, hij voelde zich echt snot verkouden en zijn kiezen komen door. En nou ja, hij was niet in zijn hum. Dus dat was wel echt heel zielig. Dat allemaal gedaan. En nu ga ik even, in huis wat dingen doen die ik echt even moet doen. En dan ga ik jullie straks die spullen even laten zien.
blijkbaar is dat hier de sterfvrucht veroorzaakt dat ook, want het is echt niet te zoet. Dan heb ik nog een crème spoeling voor mijn haar. Met granaatappel voor gekleurd haar. En daarbij ook een shampoo van hetzelfde. Dan twee keer een handzeep. En dat is met Java appel en guave. Die heeft ook weer dat zoetige, maar citrusachtige tegelijkertijd. Daar heb ik er twee van. Dan heb ik jullie al laten zien de eerste keer dat ik ging, dat ik crème had gekocht. Van die anti-age crème. Nou, 1,95 mensen. En de nachtcrème variant ervan is geloof ik 2,95. Ik gebruik het nu een poosje en ik vind het ideaal. Dus daar heb ik van ieder nog even twee bij gekocht. En schuimgel voor gekleurd haar. Ook van Balea. En dit is echt iets van 70, 80 cent of zo. Is toch niet... is toch geen geld, jongens. Dus, nou, dat is wat ik gekocht heb. En dat is dus ook wat ik moet gaan opruimen. En net zoals dat. Dus dat ga ik maar eventjes doen. En dan zet ik straks misschien nog eventjes ergens halverwege de camera aan. Maar voorlopig duurt het wel even. Dus, nou... Jullie zien straks het resultaat wel. Heb ik mijn laadjes in orde gekregen. Nu moet ik dit hele hanggedeelte daar nog in krijgen. Maar ik weet niet of ik hangertjes genoeg heb. Dus dat ga ik eerst even bekijken. Maar dit was dus de opruimsessie. Tenminste, ik ga nog even door. Maar ik ga voor vandaag jullie alvast wel trusten wensen. En tot morgen. Goedemorgen. Donderdagochtend. Ik ben bijna klaar om naar mijn werk te gaan. Ik moet alleen nog even mijn ontbijt maken en eten. Dan moet ik een half dagje werken. En vanmiddag ben ik vrij omdat ik naar een begrafenis moet. En dat is ook buiten de stad. En ook in de spits weer terug waarschijnlijk. Dus nou ja, het wordt denk ik een lang dagje. Maar vanavond gaan we wel weer dansen. En misschien dat ik wat van wat we vorige week geleerd hebben kan laten zien. Dus ja, ik zie jullie pas vanavond weer. Omdat ik dus zo laat ben. En ik word geappt. Maar nou, ik zie jullie vanavond. Een hele goede avond. Is het inmiddels 7:05. Ik was rond een uur of 6 thuis. Toen heb ik gauw even een boodschapje gedaan en gegeten. Mijn haar ziet er niet meer uit. Ik had natuurlijk een crematie buiten de stad. En dat duurde even voordat ik weer terug was. Want midden in de spits natuurlijk. Ik vertrok daar rond een uur of 5 volgens mij. Maar goed, dat moet je ervoor over hebben.
net even een broodje gehaald en die gebakken en gegeten. Want pa en ma waren daar ook, maar gingen daar nog even blijven. Dus heb ik even snel een broodje gegeten. Vanavond ga ik nog wel dansen, maar ik laat de camera even thuis. Even lekker mijn zinnen verzetten. En dan zie ik jullie morgen weer. Zo, goedemorgen. Vrijdag, de laatste dag van de week. Ik zit weer te ontbijten, want ik ga zo weer werken. En ik zit ondertussen op mijn telefoon de podcast van Trust Nobody te luisteren. Die is ergens vannacht, denk ik, online gekomen. Want gisteravond was hij er nog niet. Dus ik sliep denk ik al toen die online kwam. Dus ja, die ben ik nu gelijk aan het luisteren natuurlijk. Want dat is een podcast over de mol. En daar hou ik van. Dagje werken vandaag. Redelijk drukke dag voor de boeg. Dus we gaan zien hoe het loopt. En dan vanmiddag... vanavond eet ik ook thuis. Mijn ouders zijn uit eten vanavond. Of uit eten. Die gaan bij mijn oom en tante eten. Dus die zijn er niet. Dus ik ben alleen vanavond. Een rustig avondje op de planning. Want morgen ben ik de hele dag... Of de hele dag. In ieder geval vanaf de middag. Naar Den Bosch. Naar een vriendin. Dus dat is ook wel best wel weer een intensief ritje. En zondag krijg ik visite. Had ik volgens mij al verteld. Dat is die kraamvisite die naar mij toe komt. Helemaal gezellig. Ik heb er zin in. En waar ik geen zin in heb is dit opeten. Want ik heb totaal geen trek. Maar het is beter om het maar wel even te doen. Dus ik ga even onder het genot van de podcast dit naar binnen harken. En dan werken tot vanmiddag. Zo, goedemiddag. De werkdag zit er weer op. Ik denk dat ik morgen de weekendvlog ga openen. Want wederom ga ik vanavond niet zo heel veel doen. Ook omdat ik gewoon een druk weekend voor de boeg heb. Maar dat ga ik jullie in de weekendvlog vertellen. Dus daar moeten jullie de weekendvlog even voor kijken. Maar ik heb nog wel wat AliExpress dingen binnengekregen. Dus die wilde ik jullie nog even laten zien. Dit kettingje heb ik binnengekregen. Ik heb hem nog niet opengemaakt. Maar het zijn zeg maar drie kettingjes. Zo onder elkaar of boven elkaar. Die heb ik in het goudkleurig. Maar ook in het... zilverkleurig. Als ik ze een keer om heb, zal ik het wel laten zien. Want ik vind het nou een beetje lastig uitleggen. Had ik dan nog meer? Ja, deze ring had ik nog binnengekregen. Die vond ik wel heel tof. Een soort kroontje, maar dan in een ring. Er was nog iets. Ja, deze ring had ik gekocht. Omdat het er op het plaatje nogal tof uitzag. Dat is een ring die je zeg maar zo kunt dragen. Maar hij is voor mij... eigenlijk op alle vingers. Sorry, ik zit in een beetje een raar beeld, hè. Is die te groot? Maar goed, misschien kan ik hem toch nog een keertje dragen. Want ik vind hem op zich wel, wel grappig. En er was nog... Even kijken. Was er nog iets wat nieuw was? Nee. Nee, dat waren de sieraden. En dan ga ik jullie nog eventjes meenemen naar de koelkast. Want ik heb dus, even hier een klein lichtje maken, wat koelkastmagneetjes binnengekregen nog. Deze, kijk hier hangen ze. Deze kreeg ik binnen, die vond ik erg leuk. Met een matroeska erop, ik ben gek op matroeska's. Deze vond ik heel tof. Een ouderwetse telefoon en wat boeken op de achtergrond. Deze vond ik heel tof. Yin en Yang. Deze vond ik ook heel tof. Met allemaal hartjes. En deze met sterretjes. Dus de koelkast begint al aardig vol te raken. Superleuk. Nou, en daarmee is er dus een eind gekomen aan deze weekvlog. Ik wil je bedanken voor het kijken.
Doe je duim omhoog als je hem leuk vond. Abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt. Ik sta een beetje stil met mijn abonnees. Als jullie suggesties hebben wat ik daaraan kan doen, laat het me weten, want alle hulp is welkom. Want ik wil graag nog een beetje doorgroeien. Dat zou ik heel tof vinden. Volg me op Insta. Hoi, ik ben Bianca, want ik ben daar de laatste tijd steeds vaker actief. Zou ik ook heel erg leuk vinden. En dan zie ik je in een nieuwe vlog of video. Doei doei!